Hella, Jivella, daar ben ik weer. De oude Rijn, meneer, wat doet dat zo'n zeer? Ik ben Morabed Moneybed. Oude Rijn kent geen pijn. Dat is het bedrijf waar u moet zijn. We lokken u niet, we willen dat u het ziet. Kom naar oude Rijn en ervaar. U bent team oude Rijn dankbaar. Ja, ja, daar ben ik weer. Keer op keer, ik blijf maar komen. Dat is voor jullie mooi meegenomen. We gaan vandaag weer lesgeven. Een nieuwe video. Voor die cash. Om die geld te besparen en te bewaren voor de leuke dingen. En niet voor de garage. Ik, Morabed Moneybed, zoals gezegd in mijn vorige video's en vlogs. Ik ga jullie de eerlijkheid geven beter dan de overheid. Ja? Dit is een Audi, Wausie en straaljager van mijn zwager. Gefeliciteerd met je nieuwe auto. Een dikke auto, een mooie auto, een auto voor iemand met stijl en klasse. Ja? Kijk hoe netjes afgewerkt die is, een Audi. Deze auto's doet Oude Rijn, team Oude Rijn, Oude Rijn kent geen pijn, ook. Wij zijn niet bang voor de nieuwe modellen en voor de oude modellen. Wij doen alles wat te maken heeft met reparatie, onderhoud, etc. Ja? 2012, een Audi A4 van 2012, stationcar, een 2 liter TDI motor, ABT uitgevoerd, 200 pk. Een straaljager, van mijn zwager. Ja, als je even dichterbij komt, dan gaan we lesgeven voor die cash. Ja, om die portemonnee te beheren voor de onnodige kosten en de onnodige posten. Want ik ga jullie de waarheid vertellen in de garagewereld. Om te beginnen, beginnen we even bij de koelvloeistof, de rijdvloeistof en de remvloeistof. En deze auto beschikt over elektrische besturing. Dus als daar iets mis mee is, zoek dan garage op. En het liefst Oude Rijn in de Meren. Dit is het koelvloeistofreservoir. Weer het thermometer met de blauwe dop. Dat aanduidt voor de koelvloeistof. Iets wat ik jullie nog niet heb verteld, maar er bestaat een vakgroep. Een vakgroep dat is Skoda, Audi, Seat en Volkswagen. Zien er allemaal anders uit, maar de motoren zijn allemaal dezelfde. De wielophanging ook. Dus 4 modellen met dezelfde techniek qua motor en schakelend. Is het allemaal hetzelfde, maar het uiterlijk is anders. Dus je verkoopt 4 dingen met dezelfde motor. Slim bedacht, hè? Maar, dus wat ik daarmee wil zeggen is dat die logo's, die doppen, allemaal hetzelfde zijn bij die 4 merken. Dus onthoud dat. Dus rij jij Skoda en jij hebt de koelvloeistof moet je bijvullen, dan zal de dop waarschijnlijk hetzelfde zijn als een Audi, een Volkswagen en een Seat. Dus onthoud dat. Dit is in ieder geval het koelvloeistofreservoir. Zoals jullie dat weten, dit is een Audi A4 2 liter TDI uit 2012. Deze auto wil ik expres laten zien dat wij ook de nieuwe modellen doen. Dus kom gerust naar Oude Rijn. We hebben de gereedschappen, de apparatuur ervoor, de uitleesprogramma's, de software ervoor om die auto gewoon zoals die volgens de werkplaatsdocumentatie gemaakt moet worden, wordt die ook gemaakt bij Oude Rijn. Ja? Wij zijn niet bang. Nooit. Oude Rijn kent geen pijn. Het volgende logo dat ik je ga laten zien, dat is weer het bekende logo. Dat is het rijdvloeistofreservoir. Weer het raampje met de sproeigebeuren, de blauwe dop. Hiernaast zit gelijk het rondje met de 2 streepjes wat aanduidt voor de remschijven en de remblokjes. Het remvloeistofreservoir, wat je overigens nooit hoeft bij te vullen. Wat ik in mijn vorige vlogs en video's heb verteld. Het systeem moet druk onderbouwen. Dus als je dat moet bijvullen, dan heb je een lek in het systeem. We gaan nu over naar iets moeilijks. De nieuwe technologie. Want als je het niet kan, laat het dan door de garage gebeuren. Ja? Motorolie. Die motorolie vul je hierbij overigens. Dit is de oliedop. Het gietertje, het kannetje met de druppel. Hier voel je je motorolie bij. Maar aangezien deze auto over zeer nieuwe technologie beschikt, kan dit ook wel eens dat je dat moet peilen via het instrumentenpaneel.
En dat is het geval bij deze auto, want dat heb ik al uitgezocht. Dat wist ik al, maar dat heb ik uitgezocht voor jullie precies. Hier zou eigenlijk de oliepijlstok moeten zitten, maar er zit geen oliepijlstok. Waarschijnlijk heeft Audi dit bedacht, de Volkswagen groep, dat je een pijlstok kan kopen om het zelf te kunnen meten. Als jij het niet begrijpt hoe je dat moet doen, via het instrumentenpaneel, zodat je kan kijken of er genoeg olie in zit en waar die zit. Dus bij de min of de max ertussenin, of er zit te weinig in. Want te veel motorolie of te weinig motorolie is nooit goed. Deze auto heeft dus geen pijlstok. Dat zal dus via het instrumentenpaneel moeten gebeuren. En dat ga ik jullie ook even laten zien. Ik zal deze even weer terugzetten. Audi ABT Power. Loop maar even mee. Ga je mee, ga je mee. En dan gaan we even zitten om jullie even uit te leggen hoe je dat vult. Nou kijk, je hebt hier allerlei mogelijkheden. Allerlei mogelijkheden. De buitenverlichting, centraal durfgrendeling, daar gaan we allemaal niet naartoe. Dat is allemaal niet belangrijk, want wij doen vandaag een vloeistofcheck en een bandenspanningcheck. Informatie voor die betere strategie. Oliepijl. Nou, zoals je ziet, zit hier de knop van het menu van het instrumentenpaneel, de boordcomputer, om te kijken hoe je het oliepeil kan checken. Ik ga even terug. Hier heb je verschillende dingen die je kan wijzigen. Maar wij hebben het oliepeil nodig, dus dat drukken we op. Oliepeil. Dan zie je een min en een max. Dus er zit te weinig in. Want hij zit net boven het minimale. Hij zit niet bij het maximale, hij zit er ook niet onder. Dus hij zit bij het minimale. Dus deze auto moet bijgevuld worden. Begrijp je dit niet? Ga langs de Audi dealer of kom naar Oude Rijn in de Meren op Dompelaar nummer 4. Zodat wij jou dit kunnen uitleggen. Begrijp je het dan alsnog niet? Ga dan gewoon naar de Audi dealer of kom naar Oude Rijn. Dan bestellen wij een oliepeilstok voor jou. Zodat jij gewoon je oliepeil kan meten. Net als een auto waar het gemeten wordt met een oliepeilstok. De bandenspanning, nu we de vloeistofcheck hebben gehad, gaan we over naar de bandenspanning. De bandenspanning zit in de deur van de bestuurder. Die zit hier weer aangegeven en als je even dichterbij komt, dan zien ze de sticker. De sticker waarin het allemaal uitgelegd is, precies wat de bandenspanning moet zijn voor de vooras en de achteras bij een beladen toestand en een ongeladen toestand. Nou, het was wel fijn om jullie deze informatie te geven voor die betere strategie. Dit is een Audi, een Wowsie, een auto met stijl en klasse. Kost veel geld, maar als jij je best doet, dan kun jij hem kopen. Doe je best voor jezelf en voor daarboven, dus blijf geloven. Ja, bij mijn volgende video ga ik jullie de winnaar bekendmaken. Van de verrassing die ik jullie vorige keer heb verteld. Dus heb je nog geen comment gedaan onder mijn vorige video, doe dat alsnog. Want misschien maak jij kans op die poetsbeurt van binnen en buiten. Die bandspanningcheck, die vloeistofcheck en die autocheck van 90 punten. En helemaal gratis van Oude Rijn. Dus ga naar mijn vorige video, like hem en geef een goede comment. En ik lood iemand daaruit volgende week. Dit was het weer. Het doet mij weer zo'n zeer dat ik weer weg moet. Maar het moet. Wat moet, moet. Oude Rijn kent geen pijn. Alsjeblieft mensen, ik geef jullie die eerlijkheid. Doen jullie dan ook wat voor mij. Swipe up die handel. Like, deel en abonneer. En ik doneer jullie met die goede video's, met die informatie voor die betere strategie in de garage. Ja, de eerlijkheid. Beter dan de overheid. Ik ben Morabet Moneybet. En ik bedank jullie allemaal hartelijk voor de likes, voor de views en voor de abonnees. En zo naar jullie. Tot de volgende keer. Doei, poef, poef, doei. Doei, poef, poef.